Daar ben je kat. Haal je handen van hem af. Hij is zo goed. Ze is zo mooi. Hey, eigenlijk zit ik vast. En dat is eigenlijk mijn vriendin. Jij. Ik. Stoor ik? Oh, jij. Haal je vieze pootjes van daar af. Dat is het. Je hebt erom gevraagd. Lieverd, verlaat me niet. Ik maak de kattenbak zelf schoon. Echt waar. Kom terug. Ga weg, hè, jij vlooie zak. Mijn koningin. Ik wil mijn hele eeuwige leven met jouw leven. Tot de espestaak ons scheidt. Ik ben het ermee eens. Zeven teun, weet je? Zeven teun. Supercat, ik heb al je spullen ingepakt. Je moet gaan. Dat is het, vriend. Ik moet gaan. Doei. Wij moeten praten. Wat is er aan de hand? We moeten het hebben over het veranderen van jou in een vampier. Maar eerlijk gezegd weet ik het niet zeker. Maak je geen zorgen, het doet helemaal geen pijn. Het doet niet echt pijn. Laten we nu een test doen. Laten we een druppel van je bloed nemen. Het lijkt erop dat we een kleine baby daar kunnen krijgen. Adem, ik ga nu een dokter halen. Stop papier. Met schreeuwen. Het gaat niet goed met haar. Ze heeft meteen een echo nodig. Maar iemand sleept hem het kantoor uit. Er is nog een andere optie. Voel je het? Ja. Schiet op. Wat is er? Het is goed, je krijgt een gezond meisje. Maar je moet minder stressen. Schat, ik ben zo blij. Hoe erg! Wat is er aan de hand? Het is een muis! Waar ben je bang voor een kleine muis? Ja! Kan zo'n bedreigende vampier niet tegen een muisje? Huh? Inderdaad! Kom hier, jij klein monster! De muis! Hij is hier! Dat moet pijn doen! Uitdaging aanvaard. Laten we wat kaas toevoegen. Jij bent er geweest. Oké, okay, nu wachten we. Gratis kaas zit alleen in de muizenval. Wat een eng wezen. Kijk wie er praat. Ik voel me tenminste niet met bloed. Monster. Geen zorgen, voor mij ben je nog steeds de sterkste. Noodoproep, iemand heeft redding nodig. Doei. Geef me nu al het geld. Ja, ik zal het nu doen. Blijf waar je bent, gerechtigheid is verschenen. Die buik doet echt pijn. Ladybug is niet meer hetzelfde. Waarom sta je daar? Geef me het geld. Ja, tuurlijk. Laten we het op een andere manier proberen. Doet zo'n pijn. De zwangerschap heeft alles verpest. Superhelden tegenwoordig. Auw. Niet nu, dochter. Ik moet mijn moeder helpen. Wat hebben we hier? Juist. Raak mijn moeder niet aan. Ik voel me geweldig. Nu activeren we superkracht. Neem dat. Wauw, dat is kracht. Ja, precies in de roos. Nu de tanden. Wauw, dat is nieuw. Het spijt me, Ladybug. Hier is mijn geld. Ik wil je geld niet. Ik wil je bloed.
Hier is je geld. Oh, bedankt. Goed gedaan, mama. Lieverd, kun je geloven dat ik nieuwe krachten voelde? Slecht. Jij bent mijn sweetie pie. Wat is hier aan de hand? Schat, het is niet wat je denkt. Niet wat je denkt? We gaan het nu laten zien. Rennen als je wilt overleven. Misschien moet je me vertellen. Oh, ik zal je vernietigen. Stop, zij is niet degene. Ik maak het eraf en dan kom ik naar jou toe. Wat zal ik doen? Oh, juist. Ik wou dat ze me geloofde. Dat zit strak. Schat, je moet kalmeren. Als ik eruit kom, stop je helemaal met ademen. Mami, ik zal je helpen. Nu ben je klaar met spelen. Je hebt het mis. Ze is mijn... Mam, Lee, zoon, je hebt me niet verteld dat ze zo gek is. Mama, ze is zo jong en mooi. Alsof je niet wist dat vampiers niet ouder worden. Dat was ongemakkelijk. Hoe dan ook. Ik heb mijn moeder gebeld. Ik wil het aanzoek doen waar zij bij is. Wil je met me trouwen? Ik wil. Heb geduld, zoon. Schat, je ziet er zo mooi uit. Dit is voor jou. Alsjeblieft. Oh, dat is zo lief. Achoo! Oh, dat is raar. Achoo! Ik heb nog nooit allergie gehad. Zou het onze baby kunnen zijn? Laat me alleen. Nee, dat. Ik denk dat het is. Sorry, lieverd, voorlopig geen bloemen. Mijn kleine vleermuis. Ik wou dat je eerder ter wereld kwam. Hoi, hey, één, over. Tof, één loopt redenbuk. Over. Oh, lieverd, ik heb nog een telefoontje. Kunnen we tenminste één avond samen doorbrengen? Het spijt me, maar het is mijn plicht. Mis me niet. Mami, het is tijd om de wereld te redden. Ladybug! Stil. Laat hem gaan, nu. Oké. Hij moet meteen naar het ziekenhuis en je opvangen. Jou! Ik zal jou eerst redden. Dan kom ik terug voor jou. Nee, ik bind je eerst vast. Ga hier maar liggen. Ben zo terug. Ben zo terug. Ga nergens heen. Naïef. En ik ga mijn plan uitvoeren. Ik ga eindelijk met jou afrekenen. Sophie. Ga je toch vangen. Het is een mooie dag. Je hebt meer frisse lucht nodig. Lijkt erop dat we hier rijke mensen hebben. We hebben geld nodig. Nou. We hebben iets krachtigers nodig. Dat Sophie weer iets van plan is. Ik moet er tegenhouden. Ik vraag me af wat het is. Dank u wel, mevrouw. Ik had moeten ingrijpen. Ik ben je zo zat. Laat je niet gaan. Alsjeblieft, prettige dag. Je bent vergeten het in te schakelen. Hoi. Of niet. Ik veroorzaakte een explosie. Dat is alles. Ik ben er klaar. Het is niet geslepen. Wat zeg je tegen dit? Nee! Zwangerschap verbetert mijn reactie. Ik vang je. Nee, dat doe je niet. We zitten op hetzelfde niveau. Wat gebeurt hier? Daar ga je. Je wordt gepakt. Waar zijn ze? Ik denk dat ik de handboeien zeker in mijn tas heb gestopt. Ik denk dat dit mijn kans is. Ik vergat. Waar ging ik eigenlijk heen? Echografie. Wat is er aan de hand? Wat bedoel je met een jongen? Ik wilde een meisje. Het is een echo. Het liegt niet. Nou. Wie hebben we hier? Neem dat. Hou op. Genoeg. Ik ben je nu al zo beu.
Je moet Ladybug aanvallen. Ik moet Ladybug aanvallen. Wat? Mijn hoeft niks te doen. Oh. 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 Wat gebeurt er? Waar is Ladybug? Ze rende weg. Ik heb haar weggejaagd. Wat doe je hier? Ik ben hier voor een echo. Je krijgt een meisje. Gefeliciteerd. Bedankt. Waarom? Ik wilde een meisje. Oké, ik hou ook van jou. We moeten alles klaarmaken voor de gender reveal party. Oh, ik moet me voorbereiden op het feest. Ik kan haar stem overal horen. Oh. Al klaar. Lieverd. Ja, lieverd. Je wilde mij zien. We hebben vanavond een gender reveal. Woehoe. Ik ga eindelijk geslacht van onze baby ontdekken. Wat is dat? Een cape. Hoe weten we het geslacht van de baby? Er is maar één cape. En het is van jou. Dus we hebben dan een cape? Een jongen. We krijgen een jongen. Ik krijg een zoon. Yay! Lieverd, alles is klaar voor de gender reveal. Wat? Waarom rood en zwart? We zijn niet zoals vampieren. Dat zijn de kleuren van mijn kostuum. Dat is schattig. De buren maken weer lawaai. Wat zeggen ze hiervan? Nou, ik ga het ze laten zien. Jij bent het. Oh, mijn hemel. Ik geef je een... ik heb je eindelijk. Hey Sophie. Ik heb je. Waar kijk je naar? Heel mooi. Ik vind het zo leuk. Mijn baby gaat ermee spelen. Dit is het beste model ooit. Hij is perfect. Ik neem het. Het is maar $1000. Ik vind het natuurlijk. Ik zal het je vertellen. Ze betaalt niet. Daarom is het goed dat ik haar heb betrapt. Kijk, een vliegtuig. Oh, wat? Welk vliegtuig? Oh, ze is weggekomen. Het is jouw schuld. Oh, ik ga haar pakken. Je zal mij nooit vangen. Ik haat het om je te vertellen. Je bent al betrapt. Oh, wat? Hoe? Eindelijk is gerechtigheid gekomen. Wie is de beste? Ik ben de beste. Ik liever de kepper. Je bent de beste. Jij bent slecht. Je maakt me echt kwaad. Nu zal ik je laten zien wat ik kan doen. Wat is er gebeurd? Ik denk dat we van lichaam zijn gewisseld. Ja? Oh nee, we moeten ons haast om te helpen. En we wisselden van lichaam. Lieverd, ik kan dit alleen doen. Zwarte kat, je bent echt? Er is geen tijd om het uit te leggen. We moeten je broer helpen. Maar hoe? Je hoeft alleen maar Ladybug te worden. Ladybug? Ik? Oké, hier zijn we. Is dit jouw geheime schuilplaats? Bekijk, dit is... Miauw! Nou, kom op. Wauw. Wauw. Nou, laten we beginnen. Kijk wat ik heb gevonden. We hebben bed. Oh, dank je. Hier, dit is hoe je moet zijn. Hoe doe je dat? Nou, daar help ik je mee. Achoo! Zul je stil blijven zitten? Achoo! Oké, dat is het. Laat het op deze manier doen. Wat is er met je aan de hand? Ik ben allergisch voor katten. Dat is vreselijk. Maar ik weet hoe ik die moet oplossen. Yes, nu kan ik eindelijk al die walgelijke katten uitroeien. Het enige dat overblijft is het toevoegen van het laatste ingrediënt. Wat? Zou het kunnen zijn dat... Hiya! Het is de zwarte kat. Laten we eens hier kijken. Tadaa! Een kattenallergiekuur. Bedankt voor de hulp.
De politie is onderweg. Oké, blijf gewoon hier. Waar zijn we? Je bent in mijn hol. De laatste plek waar je ooit zult verblijven. Dat is Pap. Ben je een fan? Dat zou je kunnen zeggen. Binnenkort zal hij je komen redden en dan zal ik eindelijk toeslaan. Je bent raar. En gemeen. En dom. Wat? Hoe durf je? Oké, ik kom snel terug. Raak niets aan. Niets aanraken, hè? Maar hoe? Dit is stom. Blijf daar staan. Hey, laten we erover praten. Kijk eens wat ik heb. Wil je ruilen? Oh, natuurlijk. Dat moet ik verbergen. Voor het geval dat... Huh? Niet. Ga gewoon door. En speel. Ik heb een wonderbaarlijke allergiekuur. Huh? Oh, het werkt echt. Maar ja, er is nog iets klein probleempje. Welk probleem? Je hebt een buisje. Wat? Oh, maak je geen zorgen. Ik weet precies wat ik moet doen. Oh, fie. Buisje geëlimineerd. Ja. Oké, tijd voor mij te gaan. Oh, foe. Hoe zit het met de make-up? Nou, kunnen we eerst iets eten? Ja, zeker. Hallo? De pizza is er. Dus laten we doorgaan. Ja. Ten eerste, je likken. Daar gaan we, alles klaar. Heb jij me net snorharen gegeven? Oh, ik was het vergeten dat je Ladybug zou zijn. Nou, hoe zie ik eruit? Ik zal het je laten zien. En daar gaan we. Oh, ik ben zo mooi. Zo mooi. Hé, hey, wat denk je dat je aan het doen bent? Hou op. Ik kan het niet. Oké, dit zou moeten helpen. Hé, hey, kijk eens wat ik voor je heb. Is dat het superheldenmasker van Ladybug? Ja, maar een echte superhelden huilen niet, weet je. Ik zal niet meer huilen. Beloofd. Tuurlijk, ik geloof je. Oké, masker, check. Oh, wat is er mis met je tanden? Heb je ze ooit geborsteld, maatje? Het ziet er niet naar uit. Maar we kunnen dit oplossen. Hier, bijt daar in plaats van daarvan. Ik weet zeker dat dit zal helpen. Hé, ik denk er niet eens over na. Probeer mij te hypnotiseren? Weinig kans. De trucjes werken bij mij niet. En tijd. Oh, parelwit. Mooi. Hier, kijk eens. Is dat een spiegel? Echt? Oh, sorry. Hoe dan ook, nu zullen we je slagtanden veilen. Helemaal klaar. Oh, ik heb honger. Trouwens, ik heb een klein cadeautje voor je. Een geschenk? Een cadeau? Eet smakelijk. Oh, en dit kun je beter gebruiken. Dank je. Tante, controleer. Stap 3. De outfit. Weet je zeker dat dit veilig is? Ik weet het niet. Nou, laten we beginnen. Ik voel me een moordzuchtige maniak. Oh, ik heb op de verkeerde knop gedrukt. Speel met mij. Oh, dat is het niet. Oh, gevonden. Hé, hey, wat heb je daar? Dat lijkt er meer op. Oké, laten we doorgaan. Oh. Ik heb honger. Rustig aan. Ik heb geen eten. Ik heb honger. Oké. Wat wil je? Bloed. Nee. Maar, nou, dan wil ik een taartje. Nee. Oké, ik geef je een keuze. Of ik krijg mijn taart, of jij krijgt... Hoe heb je dat ding gevonden? Je had het beter moeten verstoppen. Oké.
Ik zorg voor je taart. Yes. Hier. Maar het is niet mijn verjaardag. Ik kan het schelen. Eet het gewoon op. Oké, maar ik wil mijn kaarsjes uitblazen. Maar het is niet je verjaardag. Kan me niks schelen. Zing nu het lied. Gelukkige verjaardag voor jou. Gelukkige verjaardag voor jou. Oké, nu ga ik je wat beter verstoppen. Ergens waar hij je nooit meer zal vinden. Huh? Oh, let maar niet op mij. Gewoon wat eten en probeer niet te stikken. Kan ik het wel uitdoen? Nog niet. En hoe nu? Nee. En nu? Oh, het is nog te vroeg. Oh, ik zei toch dat het te vroeg was? Hoe lang duurt het? Het is al de 5e keer, het lukt niet. Oh, ik heb een idee. We gebruiken Huggy Wuggy. Wie? Oké. Oké, je weet wat je moet doen, dus ga je gang. Hey, raak me niet aan. Doe niet onbeleefd, hij is erg gevoelig. Kom op, aai hem een beetje. Oké. Wauw. Je bent geweldig, Huggy Wuggy. Nou, tot later. Hij is zo cool en zo schattig. Ja, ik hou vooral van zijn glimlach. Oké, gaan we nu mijn broer redden of zo? Ja, maar je hebt nog steeds je heldhaftige handtas nodig. Ik heb er één. Echt niet. Daar past niks in. Hier. Denk je dat er daar nog meer spullen in passen? Kijk gewoon. Ik neem het. Dus kunnen we gaan? Kun je jezelf aan een gevecht? Ha, tuurlijk kan ik dat. Daar ben ik niet zeker van. Nou, wat denk je? Ik kan me even kunnen vertellen dat je dat doet. Dat heb ik gedaan. Oké, laten we gewoon gaan. Hou op, je bent de checklist vergeten. Oh, je hebt gelijk. Ik verveel me. Laten we gaan spelen. Nee. Ik word Ken en jij wordt Barbie. Waar heb je het over? Ik zei nee. Hoe zit het nu? Hoe blijf je dit doen? Jij bent nu Barbie. Ik draag dat niet. Waar is de trigger van dat ding? Oké. Ik ben nu Barbie. En daar komen we. Het is Ladybug en Cat Noir. En jij met de vampierjager? Laat je niet misleiden door mijn jurk. Ik heb precies wat ik jullie hebben wil. Hey, zoek je dit? Oh, jij kleine. Hey, weet je wel wie ik ben? Ik ben... Wij vormen een geweldig team. Ladybug, je hebt mijn leven gered. Justin, ik ben het. Zus, jij bent Ladybug? Stil, we moeten dit geheim houden, oké? Oh, en nog iets. Ik denk dat dit van jou is. Ik heb het niet meer nodig. Ik heb hier tenslotte de echte Ladybug. Laten we nu een film gaan kijken. Een vampierfilm? Wat dacht je van Miraculous Ladybug? Ja! Ben je met ons mee? Ik blijf voorlopig hier. Ik heb rekening gehouden te vereffenen. Wat? Ben jij ook een vampier? Trouwens, wat doet de foto van onze vader hier? Dat is een lang verhaal. Man, dat was een geweldige film. Ja, ik vond het ook geweldig. Maar vanaf nu is het ieder voor zich, oké? Ja, net als altijd. Maar je bent nog steeds de beste zus ooit. En jij bent mijn favoriete broer. Vergeet niet om ons geheim te houden vandaag. Ik denk dat het hier is. Pardon. Kunt u mij vertellen waar meneer Ewald is? Zeker. Dank je. Ik ga het zelf doen. Ouch! Hulp nodig? En? Er is niks dat je dwars zit? Mama! Voel je dat? Ik ben het niet. Wat heeft het met jou te maken? Er is een mens. Een mens? Je bent er zo bij. We nemen dat van je af. Beweeg gewoon niet. Stop! Wat heb ik jullie verteld over discipline?
Wat is dat? Ah, laat hem gaan. Het is voor mij. Oh, we waren zo dichtbij. Snel. Kinderen? Is dat het? Je mag nu gaan. En ik stel voor dat je opschiet. Rennen. Vang! Geef het terug. En je probeert het terug te krijgen. Dat is hilarisch. Na 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 na. Ik zei geef het terug. Oké. Waarom moet je zo schreeuwen? Alsjeblieft. Bedankt. Loser. Is dit het wiskundelokaal? Zet je bril af en je zal het zien. Niet nodig. Ik denk dat we een nieuw slachtoffer hebben. Wie ben je? Het nieuwe meisje van Perry Gorgon. Wat is dat voor een vreemde naam? Laat me je bril proberen. Ik zou het niet aanbevelen. Oké. Wat denk je hiervan? Doe het niet. Laat eens zien welke wonderbril dat is. Ik heb je gewaarschuwd. Wauw, cool. Geef mij de bril. Oké, klas. We hebben een nieuw meisje. Oké, wie heeft dit gedaan? Het was niet mijn schuld. Oeps. Oh, je moet voorzichtiger met haar zijn. Bedankt. Waarom heb je mij niet met losmaken? Nee, deze kun je afhandelen. Dit is krankzinnig. Ting, geef me de lippenstift. Het is glans, Ting. Nee, niet dat. Je bent een vreselijke assistent. Waar ga je heen? Oh. Voor wie verbergen we ons hier? Niemand. Ah, ik begrijp het. Zij vindt hem leuk. Heel erg. Maar ik zie er vreselijk uit. Maak je geen zorgen, we zullen je helpen. Wat zou je niet doen voor een coole grap? Wat? Ik zeg, wat zou je niet doen voor een vriend? Oké, dank je, Stella. Ziet er goed uit. Graag gedaan, nu ga jij. Hoi. Wauw. Dat TikTok een miljoen keer bekeken zal worden. Jij bent zo mooi. Ik? Zij? Je lijkt heel erg op Harley Quinn. Waarom gaan we niet wandelen? Ik doe mee. Dat is gestoord. Dank je. Wauw, mooie make-up. Wil je er een voor mij maken? Wat? Nee. Alsjeblieft. Laat me alleen. Doe mijn make-up. Nee. Wauw, eindelijk stilte. Stella, ik ben hier. Alsjeblieft, visies. Waarom zijn er alleen vampiers? Oh. Let op, klas. Klas! Als je een goed cijfer wilt voor mijn vak, moeten jullie mij bijten. Tijdens de dag. De klok tikt door. Denk er eens over na. Een 10 in onze zak. Boe. Wees niet bang. We gaan je geen pijn doen. Oh, maak je geen zorgen, we verzinnen wel iets. Hey, waarom gaan we niet samenwerken? Ik kan het alleen doen. Ik heb geen hulp nodig. Wat dan ook. Wat? Nou, wat is het? Hij komt eraan. Ben je klaar? Laten we gaan. Niemand? Kom op. Ah, daar ben je. Onvoldoende. En wat is dit? Oh, studie. Stella, daar ben je. Onvoldoende. Help, er zit al een monster. Waar? In de badkamer. Weet je het zeker? Oh. Laten we gaan. Hij is daar binnen. Ik ben bang. Blijf hier. Oh, laten we gaan. Hallo, Justin? Nou, dat is zeker een goed. Voor beide.
Hoe hebben ze dat gedaan? Goed gedaan. Ik zei toch al dat het goed zou komen? Ik vraag me af hoe het de anderen vergaat. Losers. Oh. Hij is het. Het is allemaal door haar. Oké, we kunnen tenminste bewegen. Kom naar mijn feestje. Aan de kant. Wie komt er op mijn feestje? Ben jij jarig? Ik geef een feest. Geen limonade en taart. Ga weg. Breng jezelf niet in verlegenheid. Ja? Kijk. Stella is pas 5. Kleine meid. Mimi. Wat zei je? Daar, kijk. Wat heb je in je handen? Hier ga je spijt van krijgen. Aha, alleen heb ik gasten en jij niet. Oh, waar sta jij voor? Laten we gaan. Oké, als ik naar buiten kom, doe dan de deur op slot. Het is weg. Doe het op slot. Oh, ja. We zijn een team. Ze zei dat ze moest sluiten toen ze naar buiten kwam. Ik hou ervan om cadeaus te geven op mijn verjaardag. Gefeliciteerd. Dit is voor jou. Wauw, echt? Dan is dit iets voor jou. Bedankt, dat is zo lief. Een kussen? Juist, want vanavond slaap je hier. Hey, hier. Hey, je bent zo gemeen. Niet nu, doe open. Ik zal tenminste niet alleen zijn. Zaklamp? Nee! Hoi. Wat wil je? Doe een wens en blaas. Oh, dat is leuk. Mag ik? Nu jij. Gefeliciteerd met je verjaardag, Amelia. Gefeliciteerd. Verrassing! Jij? Operatie Vriendschap was een succes. Met dank aan Michael en Alexa. Nu hebben jullie geleerd dat discipline het belangrijkste is. En het beste cadeau is vriendschap. Ja! Vrede? Vrede. Nu, blaas de kaarsen uit. Wapery, nee! Oeps. Hij gaat niet open en het drankje is op. Waarom probeer ik het niet? Ze komen. Hulp nodig? Bedankt. We gaan naar de film. Wil je met ons mee? Ja! Graag. Ving? Mogen we met je mee? Zeker, laten we vliegen. Oké, er wordt niet rond de school gevlogen. Het draait allemaal om discipline. Hoe volwassen zijn ze geworden? Ik weet nog dat ze voor het eerst naar school kwamen. Ze komt eraan. Wat? Heb jij dit gedaan? Tuurlijk niet. Ja, dat deden we. Oh, deden we niet. Ugh. Hey, ik ben hier. Kom bij me zitten. Ik heb hier een stoel vrij. Ik denk dat ik een beter idee heb. Stil. Sst. Cool. Goed, dat is veel ruimte. Justin, kom hier. Hier, hou vast. Beter. Voorzichtig. Dat is het. Je kan de knoflook weggooien. Dit is ons bureau. Oh, Stella, ik doe het zelf. Oké. Hallo, klas. Wow, jullie zijn aan het herschikken? Waarom is Alexa op de grond? Het gaat prima. Oké, het onderwerp van de les van vandaag is... Transformatie Elixir. Michael, deel het materiaal uit. Michael? Waar is Michael? Wat is het nut van school? Macht is cooler dan kennis. Ja. Kan ik je ergens mee helpen? Waar kijk je naar? Meneer Ewald. Ga naar de les. Ik ben onderweg. Ja, meneer Ewald. Deel het materiaal uit. En ik dan? Ben je vergeten waar je hoort? Ik zit hier nu. Michael, ga naar je tafel. Het is bezet. Neem dan de stoel van Justin. Dit is stom. Dit is stom.
Dit is stom. Het is een transformatie-elixir. Breng het op jezelf aan en je kunt iedereen worden. Wauw, het werkte. Cool, nu ik. Auw, iets ging mis. Stop met lachen. Stilte, wat willen jullie meisjes? Ik wil de populairste zijn. Wat? Hey, dat is mijn lichaam. Word snel jezelf. Maar dat kan ik niet. Het komt door het elixir. Hey, rustig maar. Michael? Ik wilde een auto zijn. Dat zie ik. Oké, ik zet alles weer terug zoals het was. Oh. Is het nu vrij? Ja. Ga zitten. Ik denk dat onze tafel eten mist. Meen je dat? Wacht even. Waarom gebeurt dit altijd? Wil je wat? Oké. We hebben gezelschap. Eet het zelf. Ik wil dessert. En ik ga het zo krijgen. Wie heeft er taart besteld? Daar is hij. Jij bent mijn dessert. Wil je iemand anders? Ik wil wat. Chocolade. Oh god. Waar ga je naartoe? Weer de bezorger. Ik hou niet van bloed. Ik ook niet. We moeten hem redden. Wacht, ga daar niet naar binnen. Ik hou ervan als het pikant is, als je dat niet erg vindt. Waarom? Het is zoet. Oké, eigenlijk is het mijn dessert. Smaakt naar rubber. Oh, eeuw. Oké, ren. Je bent vrij. Amelia, je bent klaar. Ben ik dat? Hou haar vast. Jij bent nu ons dessert. Ik moet haar helpen. Ik hoop dat het deze keer werkt. Ja, het is me gelukt. Dus wat gebeurt hier? Amelia leert me dansen. Is dat zo? Ja. Goed. Trouwens, Miss Amelia. Ik heb iets belangrijks voor je. Volg me, alsjeblieft. En jullie. Als jullie zo van dans houden, kunnen jullie ook zelf wel dansen. Wat? Ik? Met hem? Dat lijkt me een goed idee. Michael, Stella, ik wacht. Oké, geef me je hand. Ja, dat is goed. Laten we gaan, Miss Amelia. Kun je alsjeblieft niet op mijn voeten trappen? Ik probeer het. Oké, wat gebeurt hier? Nou, je zei dat we moesten dansen. Ik? Dansen in de kantine is een schending van de regels. Nerd! Oh, volg me. Wat gebeurt er met dansen? Oh, wacht voor mij. Hoewel, dansen is een goed idee. You're my heart, you're my soul. Wat moeten we doen? Wat moeten we doen? Oh! Ze komen eraan, stil. Overal zoeken, ze zijn hier ergens. Ik kijk. Er is hier niemand. We zullen jullie vinden, hoor je dat? Phew, dat ging net goed. Oh, wat is het? Oh, spelen jullie ook verstoppertje? Vertel me nou niet waar ze zijn. Oh, hallo Stella. Meiden, ik denk dat ik een manier heb bedacht om dit nieuwe meisje een lesje te leren. Wow, een feestje? Gaan we naar een feest? Oh, het is ons feest. Oh, volg mij. Dank je. Oh, kijk wie eraan komt. Maak je geen zorgen, het komt wel goed. Ik wil me verontschuldigen als je je uitnodigen voor het feestje. Jij? Wij? Ja, wat is het probleem? We herinnerden ons gewoon een grappige TikTok. Kijk. Komen jullie? Ja. Nou, geweldig. Stop met lachen. Oké, doei. Laten we gaan. Ben je niet bang om er naartoe te gaan? Wat kan er gebeuren? Ga feestje. Feesten, woe!
Hey bro. Doei bro. Oh, ja. Ah, oh. Stop met eten. Het is tijd om de grap te beginnen. Aha, stop met eten. Laten we het doen. Begrepen. Nee, nee, niet doen. Hé, wat zijn jullie aan het doen? We willen een beetje spelen. Amelia, naar de troon alsjeblieft. Of wil je dat Justin voor jou pijn leidt? Amelia, niet doen. Amelia, kom op. Anders wordt het erger. Oh, ik dacht dat we vrienden waren. Oh, je had het fout. Laten we geen trucs uithalen. De show begint. We zijn tenminste samen. Dank je wel. 10. 9. Ik wil 8, er niet. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Wat is aan de hand? Nu gaan we lol hebben. Ik ben zo terug. Stop hem! Hij kan niet gestopt worden. Wauw, ik weet het. Dus, waar gaan we naartoe? Laten we naar het park gaan. Dat is een goed idee. Stella, wat gebeurt hier? Ik denk dat we moeten gaan. Wacht, wat van mij? Jij bent geschorst. De telefoon. Maar dat is niet eerlijk. En we hebben alles eerlijk gedaan. Nee, niet dat. We hebben alles gezegd. Nee! Oh, ik hoop dat ik hier ook populair kan worden. Ja, daar ben ik zeker van. Middelbare school. Eindelijk zal mijn kennis gewaardeerd worden. Wauw, dit zijn mijn klasgenoten. Wanneer zijn ze zo slim geworden? Sydney, wat ben je aan het doen? Ik probeer de tijd te bepalen. Dat is makkelijk. Het is 9:00 ochtends. In alle universums op dezelfde tijd. Maar er is één probleem met de 56e universum. Wacht, zei je 9? Oh, Eureka! Experiment 47 is een mislukking. Ik ga naar de volgende. Je hebt de constructeur toch opgegeten. Ja, Bitcoin. Laten we 100 units kopen. Wat ben je aan het doen? Ik probeer mijn eigen cryptocurrency te maken. Het heet Lighter. Cryptocurrency? Dat is zeker een droom. Auw. Auw. Wat doe je? Kijk of je in de juiste realiteit zit. Deze voor nu. Maar de toekomst is in virtuele realiteit. To infinity and beyond. Elon Musk. Hallo, Elon. Ja, natuurlijk. Ik herkende je. Zit ik echt in mijn klas? Kan iemand me vertellen waarom? Iedereen is plotseling genieën? Oh, maar de gewoontes zijn nog steeds hetzelfde. Goedemiddag, klas. Ik besef dat jullie het allemaal druk hebben, maar jullie moeten me proefschriften geven. Welke proefschriften? Ik bedoel, we zitten pas op de middelbare school. Is dit een soort grap? Oh, dat is het. Ik geef het op. Oh, vreselijke dag. Het wordt nog erger. Misschien moeten we terug naar de middelbare school. Nou, nee. Ik zal ze bewijzen dat ik ook slim ben.
Dus. Ik heb 12 uur, 50 boeken, 5 projecten en een all-night snack. En een enorm verlangen om naar bed te gaan. Oh. Oh, oké. Sliep Socrates of Einstein? Ik denk het niet. Ben ik slechter? De nacht van de kennis is begonnen. Dag X is aangebroken. Vandaag wordt anders. Oh, kennis is moeilijk. Vooral als er zoveel van is. Je had toch het skateboard buiten moeten zetten. Denk eraan. Jij bent de beste. En slim. En de mooiste. Wat is dat? Waar kom jij vandaan? Oh. Oké, je moet jezelf vermannen. Een puist op het voorhoofd is een teken van hoge intelligentie. En iedereen zal dat vandaag begrijpen. Ja, dat is erg grappig. Is het een vulkaan die je hebt? Ja, dat is mijn project. Op je voorhoofd ook. Kijk uit en rennen! De vulkaan gaat ontploffen. Eigenlijk exploderen vulkanen niet. Ze barsten uit. Kom op. Oh. Dat is het. Heb eens. Textboeken. Hey, zit je op de juiste school? Wat wil je? Een schooluniform om op te groeien? Schooluniformen. We zitten op school. Dat klopt. Als je gerespecteerd wil worden, stel ik voor dat je je omkleedt. Ik dacht dat ze je respecteren om intelligentie. Het is hoe je eruit ziet dat telt. Oh, ik ben ook te laat voor de les. Oké. Je krijgt een nieuw uniform, nieuwe regels en een nieuwe ik. Dat is beter. Oké. Jonge dame, waar denk jij naartoe te gaan? Zonder smoesjes. Klas? Die al begonnen is. Mijn kantoor, nu. Oeps. Oh. Aha. Melissa, 1. Geen wonder. Nou, wanneer ga je beginnen met studeren? En jij? Naar de directeur. Zijn er nog meer brieven? Eén. Fantastisch! Naar de directeur. Naar de directeur.
Oh. 10:00 AM? Het is zo vroeg. Oh. Ik had meer kunnen slapen. Oké, ik ga naar school. Waar is ze? Oh, ik heb het gevonden. Ja, ik ga niet graag naar school met zulk haar. Ik ben klaar. Dat was zeker niet nodig. En je moet iets aan je haar doen. Mooi meisje. Het is bijna 11:00. Ik moet naar minstens 1 les. Oh, waarom is alles zo ingewikkeld? Oh. Dit is niet leuk. Ik ga in mijn pyjama. Ik vergat het ontbijt. Ananas, aardbei, appel. Aardbeien. Bessen zijn goed voor het ontbijt. Melissa. Auw. Leuke outfit. Ik bestel. Ik ook. Heb je er ook zo een voor mannen? Hoi, Melissa. Oh, Kevin, jij bent het. Ben je naar school gekomen in je pyjama? Ik in mijn pyjama? Nee, natuurlijk niet. Maar het is een pyjama. Ik heb er ook zo een. Auw, ik bedoel niet ik. Ik heb er een met auto's, maar ik weet zeker dat het een pyjama is. Sst, dit blijft een geheim tussen jou en mij. Oké? Goed gedaan. Ik heb nagedacht. Neem even wat rust van je denken. Of zometeen gaat je hoofd boem. En dat is het. Nee. Eigenlijk wilde ik je uitnodigen voor het observatorium. Dan kunnen we samen naar de sterren kijken. En ze hebben de grootste telescoop van het land. Kun je het geloven? Oh. Vorig jaar. Oh. Hou vol, het zal snel voorbij zijn. Sta op. Wat? Zal ik het nog een keer zeggen? Het lijkt erop dat iemand niet in de stemming is vandaag, hè? Oké. Luister, Molly, zullen we vanavond uitgaan? Ze weet niet wat ze mist. Oh, voor het laatste jaar. Ik hou van school. Jammer dat het laatste jaar is. Ah, Melissa. We waren nog niet uitgepraat in de gang. Nu wel. Ga je gang. Hoe dan ook, er komt zoiets als dit. Het draait er zo uit. Het is een telescoop. En als jij doorkijkt, deze telescoop, kun je de hele hemel zien. Helemaal bovenin. Kun je je dat voorstellen?
Dat is een lange tijd. Er is de grote beer en ook de kleine. Het is net al groter, maar dan klein. Jij en ik gaan hem zeker zien. En ik zal je erover vertellen. Het is een verschrikkelijke dag. Waarom? Het is cool. Je gaat het geweldig vinden. Waar? Bij het observatorium. Ik heb het je gezegd. Nou, zullen we gaan? Ja, natuurlijk. Kun je morgen? Ja. Ik kan niet. Oh. Oké. Misschien een andere keer. Zullen we nu gaan? Wat? Kom op. Wil je de sterren zien? Ja. Het is alsof je in de ruimte bent. Maar we zitten in de klas. Je bent zo slim, maar je weet geen elementaire dingen. Slay. Wat? Heb je je astronautenpak bij je? Natuurlijk, al sinds de middelbare school. Ik blijf hopen voor een beloning. Geweldig. Geef het aan mij. Melissa, ik denk niet dat het een goed idee is. Het is een geweldig idee. Stel je voor. Jij en ik in de ruimte. Alleen jij en ik in de ruimte. Aha, zet hem op. Oh! Dus, wat denk je ervan? Het lijkt wel in de ruimte. Ik zei het je. Ja. Wat is hier aan de hand? Melissa, Kevin, sta op. Onmiddellijk. Melissa. En wie is dat? Een UFO, denk ik. Ah. Je hebt onze beste student Kevin ook in je spel. Misschien moeten we gewoon een aanpak voor haar vinden. Vorig jaar. Dat is het. Yeah. Elke universiteit zou me aannemen met zo'n diploma. Ik ga werken. Ik ben moe van het studeren. Dat is het. Tot ziens, school. Ik zal je niet missen. Oké, ik kan je gebruiken. Waar gaan we naartoe? Naar huis. Waar gaan we nog meer heen? Hoe zit het met de laatste schooldag? Afstuderen. Hier is je diploma. Ik heb de jurk aan. Woe! Dat was leuk. Ik ben weg. Stop, stop. Zo moet je het niet doen. Volg mij. Oeh. Directeur, ga uw gang. Meneer Ryan. Oh. Kan ik nu gaan? Nee, niet tot ons gevecht. Welk gevecht? De danswedstrijd. Justin Rocket. Wow. Are you kidding me? Kom op, move. Dat is zo vies. De directeur is geweldig. Directeur! 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 Oh, Melissa, sta daar niet gewoon. Laat hem zien hoe het moet. Goed, je hebt erom gevraagd. Kun je dat doen? Of laat de leeftijd dat niet toe? Let maar eens op. Hoe gaat het? Gefeliciteerd, je hebt gewonnen. Nee, jij hebt gewonnen. Nee, wij. Pst, we moeten gaan. Ik kan geen tweede dans aan. Ja. Dit is voor jou. Nou, je ging er echt voor. Ik had geen idee dat je dat kon.
En jij dacht dat ik alleen maar strenkel zijn? Ben ik ook. Trouwens, wat ga jij doen aan de middelbare school? Oxford. Waar? Oxford. Ze accepteerden me in de tweede klas. Zonder diploma kwam je er niet in. Weet je, ik heb altijd in je geloofd. Dank u. En het spijt me van alles. Wil je het openen? Oké. Je had jezelf eens moeten zien. Hou dit vast. En kun je het openen? Natuurlijk. Melissa. 1-1. Maar ik ben de directeur. Niet meer. Zeker niet voor mij. Ik wil je eraan herinneren dat ik afstudeer. Ja, je doet het geweldig. Oké, als je het niet erg vindt, ga ik me omkleden. Ja, natuurlijk. Nogmaals gefeliciteerd. Je bent echt goed. En school is toch niet slecht. Ik ga het missen. Zij is het niet alleen. Kom op. Nou, Hoi. Oh. Jij bent het. Heb je het naar je zin? Ja, ik vermaak me prima. Hoe zit het met het observatorium? Waar? Wanneer? Nu meteen. Hoe zit het met het afstuderen? Omringd door sterren en planeten zal het nog helderder zijn. Kom je ook? To infinity and beyond. Is dit van Toy Story? Ik vind die tekenfilm ook leuk.